Beschouw het gebied G binnen de sfeer x kwadraat plus y kwadraat plus z kwadraat is 4, dat is deze vergelijking. En boven het xy-vlak en buiten de kegel met vergelijking z kwadraat is 3 keer x kwadraat plus y kwadraat. En nu is de vraag om de grens te vervolledigen in cilindercoördinaten. Goed, het gemakkelijkste is om hier eigenlijk eerst een figuur te gaan maken. En de figuur hoeft eigenlijk niet in 3D, want we zien dat beide functies eigenlijk afhangen van x kwadraat plus y kwadraat, x kwadraat plus y kwadraat. En dat is eigenlijk de u kwadraat in cilindercoördinaten. Dus dit kunnen we gaan schrijven. Een u kwadraat plus z kwadraat is 4. En dit is z kwadraat is 3 keer u kwadraat. En wat gaan we doen? We gaan een figuur maken met z als een functie van u. En dan weten we dat ons echt oppervlak, ons echt volume, eigenlijk het volume is binnen iets die omwenteld is, want die grafiek dat we hier gaan tekenen gaat geldig zijn voor van theta van 0 tot 2pi. U en z is positief, want het is het gebied boven het xy-vlak. Dus u groter dan 0, z. Die z groter dan 0 is van boven het xy-vlak. U, dat is de afstand tot de oorsprong, dat is altijd iets positiefs. Dus u kwadraat plus z kwadraat is 4, dat is een stuk van een cirkel. Met straal 2. En dit is dus, als we dat omwentelen rond de z-as, hebben we hier het stuk van de sfeer. Dan hier, z kwadraat is 3u, die kunnen we ook gaan schrijven als z is wortel 3 van u. En nu hebben we het gebied nodig boven het xy-vlak, dus met z positief. Binnen de sfeer, dus binnen dit stuk van de cirkel. En buiten de kegel, dus het gebied dat we nodig hebben, is het gebied is dit gebied. En dit gebied wordt dan omwenteld rond de z-as, door theta te laten variëren van 0 tot 2pi. Als we nu de grenzen willen dat u de buitenste is en zit de binnenste, dan gaan we eigenlijk pijltjes gaan tekenen. Dus ik ga nu eventjes mijn gebied op een andere manier gaan associëren. Dus wat hebben we? We hebben voor u gaande van 0 tot hier dat snijpunt, zal zit gaan variëren. En dan iets die zit variëren afhankelijk van u. Dus dat wil zeggen dat we eigenlijk zo pijltjes gaan tekenen. We zien dat we hier tot aan dat snijpunt zit zullen laten variëren van 0 tot wortel 3u. Vanaf dat snijpunt zullen we zit gaan laten variëren door zit is 4 min u kwadraat en daar de wortel van. Dus het zal belangrijk zijn om dat snijpunt te gaan zoeken. Dat snijpunt, dat is z is wortel 3u, kunnen we daarin invullen. Dus dan krijgen we u kwadraat plus 3u kwadraat is gelijk aan 4 of u is gelijk aan 4, u kwadraat is 4 of u is gelijk aan 1 en onze u moet positief zijn. Dus hier in mijn figuur heb ik hier eigenlijk mijn 1 niet zojuist getekend. Dat is hier 1 en de z die daarbij hoort, dat is z is wortel 3u. Dat is hier de wortel 3. Dus voor u, gaande van 0 tot 1, gaat z van 0 tot aan die kromme, wat hier eigenlijk direct is, tot wortel 3u. Vanaf 1 tot 2 tekenen we pijltjes vanaf z gelijk aan 0 tot z gelijk aan de wortel van 4 min u kwadraat.